CRH is gespecialiseerd in de productie, distributie en handel van bouwmaterialen. Dit doen ze in 31 landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Met ruim 90.000 medewerkers, verspreid over meer dan 3300 vestigingen wereldwijd. En CRH groeit nog steeds. Wij hebben gekeken naar de maatschappij en we zeggen, nou, als je denkt aan kanker, dan denk ik wel dat het een van de meest nare ziektes is waar we mee te maken hebben. Dan weten we ook met elkaar dat er heel veel geld voor nodig is. Vandaar dus onze keuze voor het KWF. Michael Bogert met Peter die zich aan het voorbereiden op de Alder 6. KWF spreekt me ontzettend aan. Ieder heeft wel in zijn of haar omgeving iemand die bekend is met deze verschrikkelijke ziekte. Anderzijds zijn we bezig met CRH bouwmaterialen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En dat gebeurt vaak aan de harde kant. Dat is veiligheid. Hè. Dat vinden we heel erg belangrijk, dat onze medewerkers veilig kunnen werken. CO2-uitstoot. Hè. We hebben een Green Award hebben we gewonnen en we hebben ons gecommitteerd dat we de komende 5 jaar 20% CO2-uitstoot reduceren. Mijn grootste doel is om met de totale organisatie ook maatschappelijk betrokken te ondernemen. Het doel KWF is bij ons bekend. We doen dat met Bouwmaat, doen we dat met Kika. En met CRH doen we dat al jaren, de Rooprader. Dat mensen zich intensief inzetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF. Zeker de Alder 6 spreekt ons aan. We hebben met dit enthousiasme hebben we er zoveel vertrouwen in dat we zeker die 200.000 euro gaan overstijgen. Ik heb voor CRH bouwmaterialen gekozen omdat zij maatschappelijk betrokken ondernemen heel hoog in het vaandel hebben staan. En dat de kernwaarden van CRH overeenkwamen met mijn kernwaarden. Ik probeer een beetje zo goed mogelijk in vorm te krijgen voor 7 juni. En dat betekent dat hij wat training moet volgen die ik hem opgeef. To fight for no reason but your own. I never said the fight would be easy, because it won't. I will remember you. Is 3 kilometer zwaarst. Maar even, als je opgeeft, is het voor altijd. Kom op, kies voor het leven. Kom op, kies voor de strijd. Sta op, stap op en geef niet op. Klim maar dan daar weer naar de top. Kom, geef niet op. Sta op, stap op. Blijf zwaar. Ja? Derde keer, hè? Derde keer. Er is hoop. Hè? Om de 6 vol te maken.
Als je stilvalt als de onmacht je tot haar stappen dwingt. Leer jij jezelf pas kennen, je zult zien dat je de kracht weer vindt. En we hebben 290.000 euro opgehaald voor het goede doel. Om een beter leven, gezonder en gelukkiger te leven met kanker. En dat is mijn ervaring vandaag. En die is overweldigend. En uiteindelijk denk ik op het moraal en het karakter heb ik piek in de boven kunnen fietsen. Ik heb de eerste rit met Michael gefietst en die heeft me heel veel wijsheden. Toen wist ik hoe het moest. En anderzijds, ja, het is geweldig het publiek. Het is geweldig afzien. En zonder dat publiek, daar ben ik ervan overtuigd, zou ik dat niet gered hebben. Want dan krijg je vleugels door. Geweldig, was super weer en ik ben ook heel blij dat Peter zo goed omhoog reed, zeg maar. Ik had echt niet verwacht dat hij 4 keer zou doen en daar ben ik eigenlijk wel trots op. Ja, wat nou zo geweldig is, en we hebben ons te doel gesteld om 6 keer te fietsen. Nou, uiteindelijk is dat gelukt. Ik heb er maandag 1 gefietst, ik heb er dinsdag 1 gefietst en ik heb er vandaag 4 gefietst. 6 in totaal. Niet voor niets is.